Bonjour, mijn naam is Napoleon Bonaparte. Ik heb geheerst vanaf 1799 tot 1814. Ik was artillerie-generaal in het Franse leger en pleegde een staatsgreep. Ik ging naar Parijs en zorgde ervoor dat ik aan de macht kwam. Ik ging het parlementsgebouw in en greep het meteen de macht. En het leger stond vol achter me. In Parijs op 9 november 1799 gebeurde dat. Ik werd de machtigste man van Frankrijk. Ik heb mezelf uiteindelijk het keizer gekroond. Ik woonde in Parijs en toen ik terugkwam uit Egypte was het een bende. Ik heb orde gebracht met het burgerlijke recht. Ik heb ook orde gebracht met een belastingstelsel en rechtsrijden. Uiteindelijk is dat altijd zo gebleven. Uiteindelijk ben ik het probleem tussengekomen van de verschroeide aarde, de tactiek van de Russen. Waar ze alles plat brandden. Mijn mannen gingen dood van de kou en de honger. Uiteindelijk was de val bij Waterloo. Waterloo was een mooie plek waar ik uiteindelijk werd verslagen door de iedereen eigenlijk. De Russen, de Duitsers, de Engelsen. Ze hadden me allemaal. En ik zit nu 1 jaar onder Britse wacht op Sint Helena. Maar hopelijk word ik altijd verenigd met standbeelden en mijn aorta. Ik ga waarschijnlijk dood aan maagkanker. Ik heb het al mijn hele leven. Adieu, tot de monde.